De rode kaart gaat regelmatig omhoog tijdens de bijeenkomst waar de gemoederen soms hoog oplopen. Burgemeester Lenfrink en wethouder Marleen Dame moeten er uitleggen waarom de containerwoningen juist in hun wijk moeten komen. Waar je ook deze woningen plaatst, wij zijn na Den Haag de dichtst bebouwde stad van het land. Dus waar het ook komt, we hebben geen plek kunnen vinden waar het niet ten koste gaat van groen of spelen. En dat is dus jammer. En hier moeten ze dan komen, op een voetbalveldje, precies tussen jaren 30 woningen en een aantal luxe appartementen in. En als de plannen doorgaan, kijken die dan minimaal 10 jaar tegen deze houten noodwoningen aan. Het zijn allemaal vast hele aardige mensen, maar het gaat erom dat ze in feite, als het mooi weer wordt, en dat is een lange periode in Nederland tegenwoordig, dan gaan ze gezellig voor hun huisje zitten op dat veldje, recht voor en onder onze slaapkamers. Het voelt een beetje alsof de gemeente door hun eigen beslissingen in tijdsnood is gekomen en nu het hier op dat veldje doorheen probeert te drukken. Ze hebben gewoon haast. Dat merk je uit alles. Ze hebben waarschijnlijk de hele tijd zitten slapen en nu moeten ze weg. Dus nu wordt het ergens gewoon door de strot geduwd. En dat is niet chic. Eerst probeert Leider de containerwoningen hier neer te zetten, maar ook daar is de weerstand fors. De mensen die hier gaan komen, daar zitten we niet op te wachten. Mensen die een verleden hebben en dan is het maar afwachten van hoe gaan ze zich hier gedragen. En wij vinden dit hier niet de juiste locatie. Het gemeentebestuur houdt vast aan de keuze voor dit terrein, maar zegt ook dat het besluit nog niet genomen is. We gaan nu de procedure in van een vergunningaanvraag. En in de periode kunnen mensen bezwaar aantekenen. En dan kan een van de argumenten zijn dat ze denken dat ze een betere plek hebben. Dus wij zullen al die alternatieven altijd serieus moeten afwegen.